Het applaus is ovationeel voor deze man die vanavond zijn laatste wedstrijd speelt. Philip Kocu. En zijn erelijst is indrukwekkend. Hij speelde voor Vitesse 10 UEFA Cup duels. Hij speelde voor PSV 34 Champions League duels. En 12 UEFA Cup wedstrijden. Voor Barcelona 45 Champions League duels. En 20 Europa Cup wedstrijden. Wat won Philip Kocu eigenlijk niet? Overmars, mooie beweging. Overmars. Het is de eerste kans voor het team Cocu. De eerste keer dat daar wat durf, wat lef in zit. En even zagen we weer zo'n beweging die we vroeger zoveel van Mark Overmars hebben gezien. Even die versnelling. Met die korte passeerbeweging. En weer Toivonen, Afellay. Geef hem ruimte en hij schiet van afstand. Maar hij krijgt de ruimte niet van Jaap Stam. Nu misschien wel, Amrabat. En die noteren we als eerste officiële poging van PSV. Een schot van Noordin Amrabat waar Waterhuis overigens geen enkele moeite mee heeft. Ruimte voor Figo. Ja, die heeft hij graag, de Portugees. Met Salcido bij zich. Goed schot. Oh, wat een goal zeg. Dat is hij nog niet verleerd, die voor Luis Figo. Wat een schitterende openingsgoal voor team Cocu. Even geef je Figo ruimte en is Salcido gezien. En Isaacson erbij. Hier de paas van Kluivert. En daar schitterende goal van Luis Figo. En team Cocu leidt met 1-0. Marcellus en Overmars. Bergkamp. En bijna Kluivert. Simons voorkomt dat. Zoeken is naar een klein beetje ruimte. Hier misschien met Doetzak. Reiziger bij zich. Newman. En nog een keer Amrabat. Afellay en Waterhuis. Newman in de problemen bij die actie van Amrabat. Maar uiteindelijk met hangen en wurgen en kunst en vliegwerk lost team Cocu dat op. Hier moet Newman even alle zeilen bijzetten hoor. Via Simons, Engelaar. En zo schuift PSV op. Misschien nu wat meer ruimte. Afellay. Maar het Waterhuis niet echt moeilijk. Bergkamp vraagt en Bergkamp krijgt niet. Want Oya zit ertussen. Overmars dan. Overmars bijna om Marcellus heen. Nou, dat doet hij keurig, Mark Overmars. Geen buitenspel. En ook geen doelpunt. Want deze inzet van Toivonen gaat aan de verkeerde kant van de paal. Types als Jaap Stam en Frank de Boer, Dennis Bergkamp en Patrick Kluivert staan tegenwoordig nog wel als trainer op het veld. Maar deze Newman doet vrij weinig de laatste tijd. Keurige paas van Kluivert, Arthur Newman. Figo. Ja, wil hetzelfde proberen als bij zijn goal. Een team Cocu dat consequent met Reiziger, Stam en Frank de Boer achterin blijft. Dat Arthur Newman af en toe wat in laat schuiven. Amrabat met de gelijkmaker. We hebben een dik half uur gespeeld. En PSV scoort de gelijkmaker. Aanval die aan de linkerkant begint. Amrabat heeft veel ruimte en weet dat hij hem één keer moet raken omdat hij anders te klos is. Prima gelijkmaker. PSV op gelijke hoogte met team Cocu. Afellay. Oh, je gaat.
André Ooyer en Waterreus. Figo weer. Maar loopt zich nu stuk op Affelay. Die dat heel netjes doet. Affelay. Doetzak. En de bedoeling was weer Affelay. En zo krijgt Toivonen bijna de 2-1 op zijn bord geworpen. En is Affelay uiteindelijk de man die de bal niet in het doel, maar er behoorlijk overschiet. Amrabat, Marcellus gaat buitenom. Daar dus. Hoekschop nummer 7. Als het om de hoekschoppenverhoudingen gaat, dan slaat de eerste helft zeker door in het voordeel van PSV. 5 minuten nog in de eerste helft. En Toivonen. Nuttig werk van Michael Reiziger daar. Op de lijn van het doel achter Waterreus. Daar in de hoeken zit Reiziger die redt. Salcido. Goeie kopbal van Toivonen. Dito, redding van Waterreus. En dat zijn acties waarmee er een klein beetje leven in de brouwerij komt. En zolang als ze maar niet al te veel hoeven te lopen, lossen de oude mannen het vaak simpel en heel efficiënt op. Oude mannen uiteraard met respect uitgesproken, want er staat voor een paar cent op het veld. Maar dat spreekt voor zich. Salcido, Toivonen en Affelay. In de tweede helft al nog niet zo vaak gezien. In de eerste helft al wel een paar keer geprobeerd. Korte combinaties. En daarbij iemand in stelling brengen die op deze manier kan afronden. Nu lukt het wel. Toivonen kijkt goed. Ziet Affelay vrij staan. En dan is het niet zo moeilijk. 2-1. Engelaar. Ja, die loopt zich daar vast. Overmars en Davids. Farfan. Farfan en Ramos. Engelaar. Doetzak. Ja, legt daar 2 man in de luur en creëert een hoop ruimte. Waar hij zelf nu een hoop profijt van kan hebben. Daar dus. Alleen dan moet hij hem wel lekker aannemen. Lazovic. Scheelt niet veel. Doetzak. En daar, Koevermans. Je zou het haast de typische Danny Koevermans goal kunnen noemen. De spits die altijd op de goede plek staat. Ook nu weer. De voorzet van Balázs Doetzak. Hier nog een keer de perfecte voorzet. En hij hoeft er alleen maar de voet tegen te zetten. Danny Koevermans, 3-1. Doetzak. En weer een goal. En zo gaat het wel heel snel voor PSV. Dat lijkt te profiteren van de ademnood waarin team Cocu lijkt te verkeren. Lazovic tekent aan voor 4-1. Bergkamp, Farfan. En zeer terecht wijst Lange naar de strafschopstip omdat Cassio Ramos Farfan even aantikte. Het paasje van Bergkamp is perfect en even tikt hij hem aan. En Cocu zelf gaat de strafschop nemen. Hij miste er ooit een hele belangrijke in Frankrijk op het WK.
En deze mist hij ook. En dan de uitbraak van PSV. Het antwoord van Affelay. Het antwoord van Lazovic is een bal die over het doel van Zoet heen gaat. Bergkamp. Overtreding van Pieters. Hij wees al dat hij de afvallende bal zou oppikken. Hij moet dan mazzel hebben om hem goed te raken en het dan de keeper van de tegenstander moeilijk te maken. Nijland. Lazovic. Lazovic. Maakt er 5-1 van. Zou dat het geheime wapen van team Cocu dan zijn? Voor de laatste 6 minuten de oudste van het stel. 49 is hier inmiddels Jan Wouters. En de kinderen van Philippe Cocu gaan nu waarschijnlijk via het wisselbord laten zien dat hun vader wordt gewisseld. Dat is een mooi moment. En dit is dan het officiële afscheid van Philippe Cocu. Raoul, Delano en Senna Cocu, de drie kinderen, houden het bord omhoog ten teken dat het voor vaders genoeg is geweest. En Cocu gaat onder een ovationeel applaus van het veld af. En zo komt er een einde aan een bijzonder indrukwekkende carrière. En wat zou er, om die term maar eens te gebruiken, wat zou er door hem heen gaan op dit moment? De wetenschap dat het zijn laatste partijtje was. Zijn laatste poging om een wedstrijd te winnen als speler. En de speler die afscheid neemt hoort natuurlijk op de schouders te gaan. Dat kun je wel aan de krachtpatsers Kluivert en Stam overlaten. Engelaar. En Salcido met misschien wel de laatste balbehandeling van dit duel. Inderdaad, Roelof Luinge maakt een einde aan deze wedstrijd. Maakt een einde aan zijn carrière, min of meer officieel. Een afscheidswedstrijd van Philippe Cocu.
waarin Figo nog voor een verrassing zorgde en al snel team Cocu op een voorsprong zette. Maar achterin volgens Amrabat, Aflaai, Koevermans en twee keer Danko Lazovic zorgde voor de 5-1 overwinning voor PSV.